Dit is de allereerste loopingglijbaan van Nederland. Een 13 meter hoge vrije val en dan naar boven. Team Park Science was bij de bouw en wij beantwoorden de vraag: hoe ga je nu zo hard mogelijk van de Aqualoop? Welkom bij Team Park Science. We staan nu bij de bouw hier van de loopingglijbaan en dit is de concept art. We zien het, twee glijbanen, maar de blauwe, dat is de loopingglijbaan. Zoals je ziet wordt deze hele glijbaaninstallatie compleet nieuw gebouwd buiten het bestaande zwembad. En er wordt dus een apart huis gebouwd waarin dadelijk ook de capsule zit waarin je valt. En dat bevindt zich hierachter. En zoals je dus deze concepttekening ziet, zo komt het er ongeveer uit te zien. We gaan kijken op de bouw hier achter deze schutting. Voordat de glijbaan überhaupt kan worden opgebouwd, heb je natuurlijk de funderingen nodig. En hier zien we eigenlijk de voetes van de glijbaan. Hier moet nog een enorme buis in, maar hier is die al wel geïnstalleerd. De glijbanen starten natuurlijk in het zwembad en eindigen daar ook weer. Dit zijn de skim-outs van de glijbanen en deze worden als eerste geplaatst, omdat hier uiteindelijk een uitbreiding van het zwembad over wordt gebouwd. En de grote toren, waar je uiteindelijk omhoog gaat, staat hier. Uiteindelijk wordt dit dus de loopingglijbaan en alle onderdelen van deze glijbaan die liggen hier iets verderop al klaar. En die worden nu alvast in elkaar gezet om dadelijk in één keer hier, als het ware als een soort grote puzzel, samen te komen. Laten we het even kijken. Al die stukken van die loopingglijbaan worden hier dus als het ware ook in elkaar gepuzzeld. De juiste stukken bij elkaar. En er zijn een aantal hele belangrijke stukken die we hier kunnen zien. Dit hele stuk is al geïnstalleerd bij de constructeur Aquarena. En zoals je ziet hangen alle sensors er al aan. Alle kabeltjes zijn al geïnstalleerd. Dus je hoeft het in principe alleen maar in te pluggen. En voor de duidelijkheid, hier ga je dadelijk in staan. Dit is dus de plaat waar je op gaat staan en deze hele unit wordt dadelijk zo verticaal geplaatst. Omdat je natuurlijk omhoog gaat in een glijbaan, kan het wel eens voorkomen dat iemand dat net niet haalt en weer terugglijdt. Geen nood, dan is er natuurlijk een veiligheidsluik. We gaan het dadelijk wel even in werking zien. Maar dit is dus het veiligheidsluik van dichtbij. En hier aan de onderkant zit dus ook een rooster om het water te laten weglopen. Uiteraard overal ook weer genoeg sensors. Een waterglijbaan moet natuurlijk nat worden gehouden om goed te kunnen glijden. Bij een normale glijbaan werkt dat vrij simpel. Je pompt aan de bovenkant wat water erin en dat stroomt naar beneden. Bij een loopingglijbaan gaat dat natuurlijk niet, want je gaat weer omhoog. En om de glijbaan goed nat te houden aan de binnenkant, zeker op het stuk waarin je omhoog gaat, wordt er nevel gespoten. En dat nevel komt uit deze boxjes en die zitten dus eigenlijk over de hele looping.
Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder. En zoals je ziet, de glijbanen zijn af. En ik heb hier ook een afspraak met Ruud. Goedemorgen, Ruud. Hallo. De loopingglijbaan. Yes. Hij staat. Ja, blij mee? Heel blij mee. Ja. Wat is jouw functie in Centerpark? Ik ben product development manager van Centerpark. Dus jij bepaalt dat deze hier komt staan? Dat klopt, met ons team. Ja, zeker. Waarom de Aqualoop? We kijken goed naar de doelgroep van het park. Dus waarbij natuurlijk alle parken geschikt zijn voor families met kinderen, richten we ons hier net iets meer op tieners. Dus we hebben gezegd, wij willen adrenaline en echt een nieuwe USP voor de Aquamundo. Dus een Aqualoop. We staan nu onder de drop van die Aqualoop. Ziet er ontzettend indrukwekkend uit. Yes. Maar is het allemaal wel veilig en kun je laten zien hoe het werkt? Tuurlijk, kom maar mee. Ruud, we staan volgens mij het hoogste punt van de Aqualoop. Wat zien wij? We zien twee dingen. We zien de Aqualoop zelf, dus het instapplatform en de bediening. En het wordt ook allemaal gemonitord. Ja, dus eigenlijk heeft de collega twee mogelijkheden om de gast te zien. Dat is via cameratoezicht en met sensoren. Dus op verschillende plekken in de glijbaan kunnen we constant monitoren waar de gast zich bevindt. Nu ik hier zo sta, word ik toch een beetje zenuwachtig. Ik ben dus nog nooit een glijbaan afgegaan met een valluik. Dus ik weet ook niet of ik het durf vandaag. Maar de gasten gaan hier staan en wat gebeurt er dan? Ja, eigenlijk gaan ze dus toen de deur open, gaan op het platform staan, de deur gaat weer dicht. En vervolgens als de gast klaar is, drukt de medewerker op de knop. Dus een 3 seconden aftellen en dan gaat het luik open. Het unieke aspect van zo'n loopingglijbaan is natuurlijk dat we ook met een enorme snelheid weer omhoog gaan. En die snelheid die komt nogal nauw. Met te weinig snelheid halen we de looping niet en met een te hoge snelheid wordt het oncomfortabel. Om dat goed te kunnen inschatten is de wrijving tussen je lichaam en de glijbaan enorm belangrijk. De wrijvingskracht werkt tegen de bewegingsrichting in en het liefste wil je die natuurlijk zo laag mogelijk houden. Nou, daar wil ik graag wat meer van weten en daarom heb ik een afspraak met Emiel van der Heijden. Hij is professor huidtribologie aan de Universiteit Twente en die kan me er alles over vertellen. Emiel, waar komt die wrijving nou precies vandaan? Wrijving ontstaat natuurlijk in het contactvlak. Hè. Dus je moet eerst contact maken met de baan. Van afstand lijken die contactvlakken heel erg glad. Zowel je huid als de baan, als je zwemkleding heeft natuurlijk een bepaalde ruwheid. En daar waar die hoogste toppen elkaar raken in dat contact, daar ontstaat de wrijving. En wat gebeurt er nu op het moment dat je echt gaat glijden? Nou, op het moment dat we echt gaan glijden, krijg je een snelheidsverschil tussen de baan en je lichaam. En dat snelheidsverschil wordt overbrugd in het contactvlak waar we het net over hadden. Dan ontstaat er in dat contactvlak ontstaat wrijving, een wrijvingskracht. En dat zijn eigenlijk twee termen. Okay. En de eerste term is de ploegterm. En dat ploegen, dat moet je eigenlijk zien als het ploegen van kleine ruwheidstoppen op de baan door je huid heen. En als je dan dus heel precies in dat contact kijkt, wat we zo net zeiden, dus op niveau van die ruwheidstoppen, dan heb je dus toppen die door de huid heen ploegen. En dat ploegen dat veroorzaakt wrijving, maar heel veel minder dan de andere term van de wrijvingskracht, de plakterm, de adhesieterm. En die ontstaat eigenlijk doordat de twee vlakken die contact maken naar elkaar toe getrokken worden. Nou, kan ik me voorstellen dat als je naar beneden gaat en je probeert af te remmen, dus je zet je bijvoorbeeld een beetje af tegen de zijkanten, dan merk je ook dat je meer afremt als je harder duwt. Hè? Precies. Neemt de wrijving dan ook toe? De hoeveelheid wrijving kan je zelf aanpassen. En dat kun je doen door de hoeveelheid kracht die je uitoefent met je handen op de baan. Als je een beetje harder drukt, komt er een beetje meer wrijvingskracht bij. En dat komt omdat je steeds meer contact hebt tussen de baan en je huid. Hè. Dus het totale percentage waar contact is, wordt steeds groter. En daardoor ontstaat ook een grotere wrijvingskracht. Maar je voelt wel heel goed dat die wrijvingskracht heel hoog kan worden. Bijvoorbeeld zomers, als je van een droge kunststof glijbaan wilt gaan en je gaat daarop liggen en probeer naar beneden te gaan, dan voel je dat je vastplakt aan de glijbaan. Emiel, het is me inmiddels wel duidelijk dat wrijving eigenlijk een hele complexe systeemeigenschap is. Hè? Dus het hangt af van de materialen, hoe hard je op elkaar drukt, maar ik kan me voorstellen ook van de rest van de omstandigheden. We zeiden net, op een droge glijbaan is het lastig
glijden omdat je echt plakt. Ja. Ja, daarvoor zit er in een waterglijbaan natuurlijk water. Waar zorgt dat water nou voor? Dat water zorgt ervoor dat je in het contact, dat die twee contactvlakken een beetje van elkaar gescheiden worden. Dus dat je lichaam niet echt contact maakt met de baan. Maar dat daartussenin een waterfilm zit. En als je dan aan het glijden bent, dan wordt dat snelheidsverschil overbrugd door afschuiving in de waterfilm. In plaats van in die ruwheidstoppen. Daar staan we hier boven op een loopingglijbaan. Het water wat uit de toren komt, dat gaat op het laagste punt verlaat dat de baan weer. En daardoor zit hier in de looping zelf zo'n vernevelinstallatie. Dat hebben we dus echt nodig om die baan hier ook nat te houden. Dat heb je ook echt nodig, want als je met je lichaam weer de droge baan zou raken, als die vernevelinstallatie er niet zou zijn, krijg je onmiddellijk weer heel veel contact tussen jezelf en de baan. Rem je enorm af en haal je hem misschien niet. En je krijgt een enorm rode rug natuurlijk, door de wrijvingswarmte. Nou hebben we heel veel geleerd over wrijving vandaag. Ik kan me voorstellen dat de mensen thuis ook graag willen weten, ja, wat kan je nou zelf doen om zo snel mogelijk van die glijbaan af te gaan, hè? Ja. En de glij-experts, die zeggen er is een zogenaamde driepunts contacttechniek. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Volgens mij is dat je dus je voeten kruist, zodat je op één hiel gaat en op twee schouderbladen. Dat je dan het snel, nou, als je dat probeert, zul je dat ook merken, dat je dan het snelst naar beneden gaat. En dat is ook logisch, want je hebt dan heel weinig contact met de baan. En je glijdt op een manier naar beneden dat die waterfilm gemakkelijk gevormd kan worden op die drie punten. Zodat je met zo min mogelijk wrijving naar beneden kunt en dus zo snel mogelijk gaat. Zoals je wellicht hebt gehoord, kunnen wij de weerstand die je ervaart tijdens het glijden dus beïnvloeden. Nu, dit mag normaal nooit, maar Center Parcs heeft ons de mogelijkheid gegeven om met een t-shirt van de glijbaan te gaan. Hierdoor ervaart Kevin dus meer weerstand en wellicht zal hij nu niet de looping kunnen halen. Mocht je de looping nu niet halen, geen nood, je glijdt gewoon terug en het luik wordt geopend door een medewerker van Center Parcs om je veilig uit de glijbaan te halen. Het ziet er allemaal bijzonder indrukwekkend uit wat jullie hier hebben gemaakt. Wat heeft dit hele glijbanenparadijs gekost? In totaal hebben we in de campervanne van cottages tot centrale voorzieningen 35 miljoen euro geïnvesteerd. Wauw. Ik moet je wel zeggen, Ruud, ik begin een beetje zenuwachtig te worden. Dat kan ik me voorstellen. Nee, nou ja, laten we hem aanzetten en dan gaan we kijken. Mag ik hem doen? Zeker, jij mag eens een van de eerste gaan proberen. Nou, dat is wel heel sensationeel, weet je wat? Dan gaan wij nu gewoon overschakelen op de GoPro. Laten wij ongelooflijk vette beelden zien als een van de eerste in Nederland van de Aqua Race en de Aqua Loop af. Tot die tijd doe je duimpje omhoog. Blijf ons volgen op Team Park Science op social media, Instagram, Facebook, Twitter. Maar nog veel belangrijker, kom naar de Campervenne en ervaar de Aqua Loop, de eerste in Nederland.